Zo mensen, ik ben nu naar mijn wijk aan het rijden, dus welkom weer op een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Steven de Remers. Jawel, ik heb vandaag redelijk veel op de planning staan, ja veel. Dus nu ben ik onderweg naar mijn wijk toe. En daarna, naar mijn wijk, moet ik naar de OCMW toe gaan. Yay! Oh, oh. Mijn drank is nog goed aan het zakken. Voilà. Dus ik ben nu onderweg naar mijn wijk toe. Dus ik spreek jullie allemaal straks terug. Want ik zit richting Globachem te rijden. Ik kom nu aan op de rotonde. Tot later. Yo, 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 yo. Ja mensen, ik ben nu pas de vlog aan het uploaden. Dus na OCMW. Het is 18:47, dus het gaat een nip te zijn. Dus nog 9 minuten heeft hem nog nodig om het te laten uploaden. Dat was gewoon een melding op mijn gsm. Voilà. Maar het zal wel niet in HD kwaliteit zijn of 4K kwaliteit zijn. Eerst maar low quality, omdat het iets te laat in de upload zat. Maar voor de rest ben ik toch terug van weg geweest. Dus elke dag toch weer al een vlogje. Zal ik zo zeggen, een vlogje. Door de week zijn het maar een vlogje. En tijdens de weekenden kan er een vlog zijn. In een grotere versie ervan. En maandags ook. En natuurlijk met onze welbegeerde Q&A. Ja, die is ook hier. Zal ik ze in beeld brengen of niet? Nee, ze wil... Ik heb al op beeld gebracht gehad. Ja, al even. Ja, ik vind dat niet fijn. Oei, oké. Je hebt nog niet gevraagd aan mij, hè. Van welke vonken dan? De laatste die je met mij hebt gemaakt. Kijk, ga maar eens naar het kanaal. Ik ga eens even op mijn kanaal kijken. De doodgewone korte vlog bedoelt je? Of Rumi Cup? Nee, ik ga ze onder. Nog. Je hebt me ergens in zijn beeld getoond gehad. Ja, hier kan dat zijn. En dat vond ik niet fijn. Ik heb mij ook... Nee, dat was ook een andere nog. Dat was die vlog niet welke bedoelde, maar een andere. Oké. Ja, ik ga dan nog proberen dan als Bea nog een keer zijn beeld komt te blurren. Dan weten jullie dat. Ik wil voorlopig niet bij... Allee, ik wil zelf een YouTube kanaal beginnen en ik ben heel zwaar aan het denken wat ik aan het doen ga doen. Oké. En ik wil proberen eerst aan mezelf te werken om dat te doen, voordat ik bij u in de vlog kom. Dus jullie hebben het gehoord, hè mensen? Voilà. Dus ik ga hier ook de vlog afronden. Vergeet geen duimpje omhoog te doen. Sorry dat het zo'n korte vlog is. Korte vlogs kunnen ook soms wel interessant zijn. Dus dan weten jullie dat. Waar... Stinkt het? Nee, het valt nog mee. Er zit te veel aljuinen in. Laat maar eens zien. Ik zal eens laten zien deze keer wat zij wel heeft gemaakt. Wat ik de vorige keer vergeten was in de vlog te steken. Zeg het eens wat er allemaal paprika, in zit. Paprika, rode ui, witte ui, bruine ui. En... zoete aardappel, gewone aardappelen en sperziebonen. En dat is mijn eten, dames en heren. Een lekkere spaghetti van mijn ouders. Dankjewel mama of papa, die heeft gekookt. Dus alsjeblieft. Dus nu hebben jullie het ook gezien. Bea haar eten, mijn eten.
Mijn ziet er sowieso lekkerder uit. Weet je waarom? Nee. Jij eet altijd hetzelfde. Dat is ook weer waar. Dat is ook weer waar. Daar heeft mijn schatje wel gelijk in. Dat ga ik op een bord doen. Want dat is voor 2 dagen. Dus ik ga jullie nu laten. Vergeet dus geen duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren op mijn kanaal. En vergeet ook niet op het... belletje te drukken. Ja. Geef me een vork. Ja, en dan blijf jullie zo te horen wanneer er een nieuwe vlog, video of een livestream is. Tot later. Zo, kijkers. Ik ben in mijn bedje aangekomen. En ik heb meer licht moeten maken. Dus hier is mijn vingertje weer al dat ik Google ga oproepen. Hey Google, slaapkamer ligt op 50%. Oké, ik stel de helderheid van slaapkamer licht in op 50%. Voilà, mijn slaapkamer. Verlichting staat op 50%. Ik ga even zo zetten. Krijg je toch weer al van alles binnen, hè? Terwijl dat ik weer al aan het vloggen ben. Oh. Oké. Okay. Dan moet ik even gaan beantwoorden. Dum-di-dum. Moet ook allemaal gebeuren, hè, mensen? Love you too. Voilà. Ja, mensen. Heb ik al gezegd wat ik gedaan heb vandaag al op het werk? Ik weet het niet. Zo niet. Ik heb straks gestickerd. Jij. En ook straks ingestoken. Jij. En dan het laatste van de opdracht ging het heel goed. De zakje stickeren. Oeh, jij. Oh, man. Ah nee, en dan heb ik nog klein flesjes op de band gezet. Voilà. Wat heb ik dan hier nog gedaan? Ja, daarna ben ik ASAP doorgereden naar de OCMW toe, hier in Alken. En binnenkort heb ik weer een afspraak. Eens even kijken, dan komt hij op huisbezoek. Agenda. De 22e pas december. En denk eraan. Dat is niet meer zover. De meet and greet bij Jurgen's Christmas House. Op 16 december. Tussen 2 en 5. 2 en 5. Langer niet. Moet ook, en de mens moet ook kunnen gaan eten, hè. Denk daar ook maar aan, hè. Dus daarom dat ik het tot 5 uur heb gezet. En niet langer van 2 tot 5 gaat het door. Mijn meet and greet bij Jurgen's Christmas House. Deze is nu ook volledig geopend. Dus iedereen is daar ook weer al welkom bij Jurgen's Christmas House. De kerstverlichtingen zijn weer al uitgestald. De kerstbomen zijn weer versierd. De fontein is weer al mooi water aan het spuiten. Dan noem je het wel, beter gezegd, de wensfontein. Als die er is. En je kunt er ook een lekker hapje en een drankje gaan eten en drinken. In de verwarmde Jurgen's Christmas House tent. Die staat er ook weer al dit jaar en die is opnieuw verwarmd. Bij deze heb ik dan ook weer al wat reclame gemaakt, ook voor mijn goede maatje Jurgen, alstublieft. En dan ga ik ook nog eens reclame opmaken voor Freek Omatic, die ook binnenkort gaat aankomen op 14, 15 en 16 februari. Was dat zo? Ik wil geen foute informatie geven. Dus heel snel kijken. Fom.be is de website, dus www.fom.be. Op 16, 17 en 18 februari.
16, 17 en 18 februari gaat Freak on Matic 25.0 Winter Edition door. Daar zijn al een paar toernooien ook al bekend. De Grand Tournaments zijn Counter-Strike 2 5 vs 5, League of Legends 5 vs 5, Rocket League 3 vs 3. Dan heb je nog de Fighter Arena. En daar gaat Street Fighter 6 door, 1 vs 1, Tekken 8, 1 vs 1 en Mortal Kombat 1, 1 vs 1. En dan heb je nog de normale tournaments. Dan heb je nog Florian 5 vs 5, League of Legends, Teamfight Tactics 1 vs 1, PUBG Battleground 4 vs 4 en Overwatch 2 5 vs 5. Fast tournaments, League of Legends 1 vs 1, Rocket League en EA Sports FC 24 1 vs 1. Dan heb je nog de fun competities. Dat is colonist.io, Age of the Empires 2 1 vs 1, League of Legends Arm 5 vs 5, Kicker 2 vs 2, Air Hockey 1 vs 1 en Darts 1 vs 1. Ik zal er ook weer al deze editie aanwezig zijn. Ik zal zeggen, koop jouw tickets op www.fom.be. De ticketprijs is nu momenteel op €54,00. Ik krijg hier net een sms'je weer binnen van mijn buurman. Ja, we houden ook zo contact met elkaar. Goed. Goed. Oh, goed. Punt. '71 vanachter. En daar had ook nog vandaag nog iemand mee gebeld op de... 14 vanachter. En ik weet dus totaal niet wie dat is. Hè. Ik heb daar wel een voicemail achtergelaten. Dus om te zeggen van... Ja, kijk gast, wie zit je? Want ik heb uw nummer niet in mijn gsm staan. Dus ja, ik vond het heel raar. Oh, mannetjes. Ik heb sowieso wel zeggen, er zijn redelijk ook veel vragen binnengekomen bij de Q&A. Oh my god. Het is veel. Het is heel veel. Bereid u dan maar voor op een vlog van een uur. Als het niet langer is met al die vragen. Want het gaat weer al hersenbreken zijn. En als er vragen tussen zitten die wetenschappelijk of als er iets van rekenvragen of zo tussen zijn, moet je niet bij mij zijn. Moet je echt niet bij mij zijn. Echt niet. Ja, voor de rest ja, heb ik niet meer veel te vertellen. Hè. Ik ga het hierbij laten, hier in mijn slaapkamer. Vergeet geen duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren op mijn kanaal. En vergeet ook niet op het belletje te drukken. Dan blijf je op de hoogte wanneer dat er een nieuwe vlog, video of een livestream is. Ik zie jullie allemaal later terug. Yo. Ah ja, ik heb nog één ding nog vandaag gedaan. En dat is vergaderd bij de Psycho TV crew. Wie er aanwezig was, was... De DC, dankjewel daarvoor. En een shout-out naar jou toe. Exo, dankjewel dat je er ook weer al was. Een shout-out ook naar jou toe. En Juicy Hadi, die was er ook aanwezig. Ook een shout-out naar jou toe. Tot later allemaal.